goed, dan krijg je heel weinig golen tegen. Vergeet je zelf te scoren. 70 minuten tegen 10 man van Groningen. Die gifbeker is nog steeds niet leeg. Dit is de Tos met Jos. Lucas, nu gaat iedereen weer klagen dat we helemaal geen koffie drinken. Nou, voor de duidelijkheid, er zit wel wat in. Ja. Geen koffie, overigens, gewoon lekker water. Maar ja, die gifbeker, Lucas. Hij, kom op, man, hij moet wel een keer leeg, hoor. Hij moet een keer leeg, ja, want je speelt 70 minuten tegen 10 man. En volgens mij hadden wij hetzelfde, want we waren onafhankelijk van elkaar aan het kijken. En we appten elkaar. Rode kaart, Matsiwa, jij stuurt. En ik dacht... Ik denk, het is helemaal niet gunstig. Het slechtste wat VVV kan doen. Ja, maar kijk, want dan moet VVV het spel gaan maken, gaan aanvallen en de verwachtingen gaan omhoog. Maar VVV kan helemaal niet het spel maken. Wat moeten wij met een bal 70 minuten lang? En de meeste wedstrijden die we winnen, win je omdat je niet de bal hebt. Ja, en omdat je dus een beetje op die counter gaat spelen. Maar Groningen kan lekker achteruit gaan hangen en wachten op die counter. En ja, maak dan per ongeluk een doelpunt. Nou, ik was aan het luisteren naar Maarten en Ralf op Omroep Venlo Radio. Ik heb het gelukkig niet gezien. Ik heb niet eens de samenvatting durven kijken. Ik had er gewoon geen zin meer in. In zo'n wedstrijd in de goede periode tegen Vitesse, daar schiet Vitesse 3 keer tegen paal en lat. En die win je afgetekend met 4-1. 4-1 tegen Vitesse. Dat geluk ontbreekt je nu. Het was een oprecht zondagschot van die aanvallen van Groningen. Jij hebt niet gezien. Het was een prachtig doelpunt. Hij mag die nog 27 keer nemen. Kunnen we hem 26 keer bij mij uit de tuin gaan halen. Die maakt hij nooit meer. Wat we vinden is, hij hoeft hem ook nooit meer te maken. Hij heeft hem gemaakt. Tegen ons, 0 punten. En dat doet pijn. Lucas, jij zegt altijd de 3 V's van VVV. Ja, dan moeten er nu 9 staan. Verleren. Het staan 9 V's. Het wordt 9 tijd dat hij dat dier weer zijn weetje achteraan ja, gaat. Ja, het klinkt heel stom, maar dat is wel waar je naar snakt. En dan weet ik niet of een thuiswedstrijd tegen PSV, want die komt eraan. Of dat een ideale moment is om je negatieve reeks te doorbreken. Maar ja, Frans, hey, een overwinning tegen PSV is net zo zeldzaam als een sneeuw in april. Ja, zeker. En het kan. We hebben het ooit een keer gezien. Hey, weet je nog, even hier, pak even dit doelpunt erbij. Hier, oh, in dit. Maar Yoshida inderdaad, ja. Werelddoelpunt van het jaar in 2000 zoveel? 8, 19, ja, 11. Ja, dat waren de potjes. Ja, heerlijk. Laten we hopen, Lucas. Genoeg over. Jij hebt een muntje, toch? Niet? Heb ik een muntje? Nou, ik heb een eurotje meegenomen. Kijk, en dan gaan we eens even beginnen met de Tos van Jos. Trainer, we hadden het er net al over. De gifbeker, is die nou eindelijk leeg? Ja, ik hoop het. Afgelopen zaterdag 4 minuten voor tijd, in ieder geval niet. Dus ja, ik hoop dat we nu ook aan de andere kant dus meemaken hoe het is om weer eens een wedstrijd te kunnen winnen. Sprongetje naar voren, wedstrijd tegen PSV. Er waren al wat mensen terug uit de Lappenmand, zoals we dat zeggen. Hoe ziet het uit naar de wedstrijd naar PSV toe? Danny Post er weer bij? Ja, Danny is nu gedeeltelijk mee aan het trainen. Het gaat heel goed, of de goede kant op ook. We moeten natuurlijk afwachten hoe het eind van de week uitziet of Danny het PSV haalt. We hopen het met z'n allen. Ik denk Danny ook, maar ja, we moeten nog even afwachten of hij eind van de week 100% ook mee kan trainen en alles kan doen. Leon Kouware traint ook weer gewoon compleet met de groep mee. Hopelijk is hij ook weer voor zondag een alternatief voor de linkerkant. Lucas Smits is weer terug naar zijn griepje, zeg maar. Is ook weer vol met de groep mee in trainen. Alleen Simon Jansen en Steffen hadden gisteren een lichte verkoudheid en griep. Maar zijn inmiddels vandaag weer bij de training geweest, maar ook weer niet helemaal mee kunnen trainen. We hebben door dit weer waarschijnlijk ook met die hele die veranderingen, regen, sneeuw, het zon. Het is gewoon winter. Ik denk dat het tijd is voor De Tos met Jos. Met Jos. Lekker, Frans. Het is kop. Het is kop, dan is het de vraag van Rick Dries. Hij zegt, vraag eens aan Jos, als hij erin blijft met VVV dit seizoen, is dat zijn grootste prestatie uit zijn trainerscarrière? Vind ik een pittig hoor, want je hebt wat prestaties in je trainerscarrière gehad. Ja, dat is wel een van de grootste uitdagingen geweest om zo kort voor het eind van het seizoen in te stappen. Maar het is wel een uitdaging die heel veel energie kost en ook genoeg inspanning. Maar ja, het is wel toch de motivatie en de overtuiging dat je het geloof hebt om uiteindelijk toch op het eind hopelijk boven de streep te staan. Hij draait er een beetje omheen, hè? Ja. Is het je grootste prestatie of niet? Ja, dat is moeilijk te zeggen omdat ik verschillende situaties al mee heb gemaakt die ook niet makkelijk waren, integendeel.
Het is wel zo dat ik vaak voor zulke moeilijke opdrachten op opgaves wel het beste uit misschien wel ook iedereen kan halen die daarmee te maken heeft. Zullen we je redden? Het wordt een gedeelde eerste plaats, zullen we dat zeggen? Ja, dat mag je. En we mogen al die andere teams nadenken over wie dan die eerste plaats deelt. Goed, Jos, dankjewel. Heel veel succes tegen PSV. Dan even een weekje rust en dan komen er nog belangrijke wedstrijden. Vind jij nou dat jij een betere vraag hebt aan onze trainer? Laat hem gewoon even achter in de comments. Ja, zet hem eventjes in de comments en dan kijken we of we volgende week in de TOS met Jos kunnen gooien. Ja, lastige wedstrijd tegen PSV, maar wat het fijne is, Lucas. Mashaki deed weer even mee, een Zizoutje. Ja. 60 minuten, maar die zal waarschijnlijk hoe langer hoe fitter worden. Ja. De Donis Brothers die zijn weer op de weg terug. Danny is weer wat fitter aan het worden en een jaartje ouder geworden. Een jaartje ouder, hè? Hij was 32 is hij al. Hoe lang zit hij al hier? Seizoen of 15, 16? Ja, minimaal. Ik denk vanaf zijn 16 nog ongeveer. Aan de gele kaarten te zien wel, denk ik. Nou, maar Danny, 32 jaar, maar hij is fitter dan ooit, heb ik het idee. Hij is gewoon onmisbaar. Zeker in deze fase van het seizoen. Danny Post, onmisbaar. Dus fijn, Danny, dat je er weer bent. De weken van de waarheid komen eraan. Dat zijn niet die wedstrijden tegen PSV en Ajax. Dat zijn de wedstrijden die we daarna nog gaan krijgen. Tegen RKC, tegen Emmen. Ja. Dan moeten we de punten gaan pakken. En dan blijven we of rechtstreeks in. Of we moeten ons handhaven via de na-competitie. Maar ik heb er nog wel vertrouwen in, Lucas. Mijn vertrouwen is niet minder geworden. We gaan het zien, Lucas. We gaan het zien. Jij weer 3-1? Uiteraard, het wordt altijd 3-1. Want je zei het al. Kijk, de kans dat je wint van PSV is net zo groot als de kans op sneeuw in april. Dus alles is mogelijk. Alles ook 3-1 mogelijk. Tegen PSV. Ook 3-1 tegen PSV, Funs. Ik hoop zo dat je een keer gelijk krijgt. Laat dan alsjeblieft nu zijn. Waarschijnlijk niet. Op weg naar het weekend, op weg naar de wedstrijd thuis tegen PSV. En ook op weg, Funs, naar weer mensen in het stadion. Dat allemaal ben ik ook hier in dit theater.